De wet bronbelasting zal in januari 2022 voorgelegd worden aan de staatsraad. De wet zal dan op agenda van de Nationale Assemblée moeten komen. Dit zei financiënminister Armand Achai-Besching vandaag voor de aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat deze belasting een voorheffing zal zijn, in geval dat bedrijven en organisaties nog niet zo ver zijn om inkomstenbelastingen over te dragen. De wet is nu in concept af. Het wordt gedeeld met een aantal stakeholders, waaronder de Belastingfederatie. En mijn bedoeling is om de aangepaste wet, waarin dus ook de uitbreiding van die zone per 1 januari 2022 te laten ingaan. Dat betekent dat ik dus in oktober, uiterlijk begin november, de wet langs de staatsraad moet krijgen via de president en moet indienen bij het DNA en verzoeken dat DNA dit dus op de agenda plaatst. Achai-Besching verwacht dat de inkomsten zullen toenemen met de introductie van het nieuwe belastingssysteem. De minister zegt dat er op dit moment voldoende cash in omloop is, waardoor er goede vooruitzichten zijn binnen deze sector. Het gaat om een aardig bedrag zoals wij dat ingeschat hebben. Het gaat om honderden miljoenen SRD's. Maar deze bedragen, met name dus uit de oliesector, die zullen ook in valuta betaald moeten worden door dus de partijen die daartoe verplicht zijn, omdat ze dus de verdiensten in vreemde valuta ook hebben. Achai-Besching zegt dat er regelmatig euro's naar Amerikaanse dollars worden omgezet. Dat is een proces van de centrale bank dat om de 2 weken plaatsvindt door middel van verscheping. Ook de verruiming van de opnamecapaciteit van valuta bij de banken is bewerkstelligd.